Ja, dat kan. In 3 stappen. We stoppen zo snel mogelijk met fossiele brandstoffen en stappen over naar schone energie. Dat betekent dus investeren in zon en wind en waterstof en stoppen met gas en olie. We stoppen met het geven van fossiele subsidies aan de meest vervuilende bedrijven. En we zorgen ervoor dat in plaats van geld toe, deze bedrijven gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. We creëren nieuwe werkgelegenheid. Want het halen van de klimaatdoelen is een enorme kans voor de nieuwe groene economie. Die niet vervuilt, maar wel het beste doet voor mensen. Op dit tempo gaan we de klimaatdoelen niet halen. Het heeft allemaal te maken met politieke keuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt. Dat kunnen wij veranderen.